Ik was alleen. Alleen en verdrietig. Ik hoorde niets meer van de anderen en ik had niemand om mee te praten. Op school was ik te verlegen om vriendjes te maken en mijn enige maatje was de grote hond in huis, die altijd bij de kachel lag en tussen wiens poten ik me al dromend nestelde. Niets leek mijn verdriet te kunnen verzachten, dat er op een dag een heel klein buksje werd bezocht. Het komt van de vader, werd er gezegd. Een courier van het verzet had het in een envelop afgegeven. Ik opende het schriftje, dat gevuld was met vaders prachtige tekeningen, zijn grapjes en bovenal met nieuws over de familie dat hij had opgeschreven zonder namen te noemen, want dat was te gevaarlijk geweest. Dankzij een eenvoudige quote, waarmee ik alles begreep, liet hij mij weten dat ze zich verspreid over twee dorpjes in het midden van het land bevonden. Ze moesten doen alsof ze elkaar niet kenden, maar ze zagen elkaar bijna iedere dag. De gebieden waar we woonden werden niet op hetzelfde moment bevrijd en communiceren was erg lastig. In deze periode ontving ik een schrijfje per maand. Er gold wel een strenge regel. Nadat ik het had gelezen, moest ik het schrijfje meteen weer aan mijn gastouders geven, zodat ze het konden vernietigen. Het was voren te gevaarlijk om zulke verdachte papieren in huis te hebben. Een dag lang droeg ik mijn kostbare schriftje bij mij. Raakte ik het alsmaar aan en bekeek ik het steeds weer opnieuw. Mijn vader heeft dit allemaal voor mij getekend en opgeschreven, speciaal voor mij, dacht ik. En dan leek het alsof hij mij eventjes vasthield. Ik was niet meer alleen. Ik was verbonden met de rest van de gezin, de rest van de vrije wereld, via de brieven in boekvorm. Maar, vragen jullie je ongetwijfeld af, hoe kan het toch dat de boekjes nog steeds bestaan, terwijl ze eigenlijk vernietigd hadden moeten worden? Dat is een wonder, even groot als het wonder van de rechtvaardigen, zeiden tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven op het spel zetten door Joodse kinderen en volwassenen te verstoppen en te helpen. Uit onderlijke goedheid is een groter en ontroerende mysterie dan de diepste slechtheid. De schriftjes die ik voorgoed verloren waande, kreeg ik aan het eind van de oorlog terug van mijn laatste gastouders. Het stelde het mij een staaltje gaf toen ik had geweigerd varkensdong te eten. Ze waren te mooi om te verbranden, vertrouwden deze mensen, die tot de bevrijding voor mij hadden gezorgd met u. We konden het niet over ons hart verkrijgen. Te mooi om te verbranden. Die zin staat in mijn geheugen gegrift. Die zin is door de tijd heen met Linneke's schriftjes, mijn schriftjes, die jullie nu voor je zien, verbonden gebleven. Epiloog. Toen de oorlog voorbij was, vond Linneke haar vader, broer en zussen terug. Haar moeder was een paar maanden daarvoor aan haar langdurige ziekte overleden. Linneke heet tegenwoordig Nelly Gorin en is een leuke dame met grijs haar in fonkelende blauwe ogen. Ze woont in Israël en heeft haar schriftjes samen met een jutenzakje dat ze van haar moeder kreeg, overgedragen aan Yadla Yeled, het Shoah Museum voor en door kinderen.